Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video van Dierenpraat TV. Vandaag ga ik een wandelingetje met jullie maken over het terrein. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Fenna is hier zo, dat is mijn eerste rescue hondje. En Pelusa, die was pas geleden gedumpt bij de Joris bij. Daar is Eefje Wentelteefje. En La Fiera. En ons nieuwe paardje staat lekker te eten hier zo onder de palmboom. We moeten nog een naam voor hem verzinnen. Ik vind Gio heel leuk. En Rooske vond Bradley heel mooi. En Davi en Hermano Dulce Swinjo's. Dat vond Davi heel erg mooi. Davi, Dulce Swinjo's, Gio, Bradley. Wat hadden we nog meer voor naam? Capriccio. Dat vinden zij eigenlijk echt de naam. En ik vind Gio, want ik wilde eigenlijk Natural Gio noemen. Maar wat vinden jullie? Wordt het Gio? Wordt het Bradley? Capriccio of Dulce Swinjo's? Ja, dit is dus echt super leuk. We hadden haar gelokt. Ze stond voor ons poort elke keer. Stond ze te kijken dat ze naar binnen wilde. Ze heeft dus Pippi's helemaal zelf uitgezocht. En toen hebben we haar gelokt met vlees. En toen hebben we haar naar binnen kunnen krijgen. Daar is ook een video van op Dierenpraat TV. En nou, Priva die komt dus wel achter me doorlopen en zo, dat vinden ze dan wel prima. Maar als de energie recht naar haar toe gaat, dan gaat ze weg. Dat vindt ze dan weer niks. Dat is nog een beetje te veel. Kijk, en dat is bij Nikki ook. Zolang dat ik niks doe, dan durft ze wel te komen. Maar als ik naar haar toe ga lopen, dan rent ze meteen weg. Hi Nikki! Dus als je wilt dat een hond naar je toe komt, maak je dan klein. En kijk de hond niet aan en wacht tot ze naar je toe komen. Dan heb je veel meer kans dan dat je er achteraan gaat lopen. Ja, jullie willen nou zelfs knuffelen, hè? Ja, helemaal vrienden geworden. Het is toch lekker dat je ze lekker die vrijheid kan geven. Kunnen ze lekker spelen. Dus dit was zo'n hond die gedumpt werd. Maar kijk wat een lieve honden dat het zijn. Ik kan niet begrijpen dat dit gewoon weggegooid wordt als troep. Deze ook. Die wordt gewoon als zooi weggegooid. Alsof het een kapotte koelkast is. Zo'n lieve hond. Zo'n lekker hartje erin. Gewoon lief. Willen knuffelen. Niks niet vals. Ongelooflijk, hè? Hier kan ik dus echt intens van genieten om ze zo te zien lopen. Lekker dik meisje. Hi, lievertje. Dit vind jij altijd lekker, hè? Die losse haren allemaal weghalen. Als je nou problemen hebt met je hond, dat ze zo haren, dan kun je ze naar de hondentrimmer brengen. En dan kunnen ze met een speciale blazer, kunnen ze al die losse haren losblazen. Dus dan heb je dit allemaal niet in huis. Ik doe het altijd gewoon standaard, elke dag eventjes ga ik het zo lekker met mijn vingers krabbelig doorheen. Zij gaat er ook al echt helemaal voor liggen, omdat Nika het super lekker vindt. En Nika? Ik zeg, ga door, stop niet. Lieverd. Lekker meisje. Nika was gevonden in de zoutpannen in Bokasami. Rondom het vuurwerk, dus ze is straks alweer 2 of 3 jaar bij ons. Ik denk al wel 3 jaar. En toen lag ze daar al 6 dagen in de zoutpannen, helemaal uitgedroogd. Heel de ogen zaten helemaal dicht met pus en een neus. En ze ademde als een slang omdat ze zo uitgedroogd was. En toen hebben we haar meegenomen, dus, ze heeft helemaal een neurologisch probleem gekregen door de uitdroging. Maar het gaat eigenlijk nog best wel goed. Na een tijdje kon ze weer lopen. In het begin kon ze alleen maar liggen en zo likkend de brokjes eten. Dan legde ik haar op een matras, dus dan lag ze wat hoger en dan zette ik het bakje eronder en dan kon ze zo likkend het eten pakken. Maar die dagen daarvoor deed ik het uit de hand en later kon ze dus dat zelfstandig en zo hebben we het langzaam opgebouwd. En nu kan ze alweer lopen, nog wel heel stijf, want ze heeft ook een verkalking in de rug. En ja, dat is heel erg pijnlijk, dus daar krijgt ze dagelijks pijnstillers voor. En dan heeft ze ook nog eens dat neurologische probleem waardoor haar evenwicht en zo gewoon veel slechter is. Maar ze geniet en zij leeft hier lekker onder de palapa. En daar geniet ze echt van, kijk eens. Lekker, hè? Een lievertje? Lekker meisje, ja. Ja.
Hij heeft allemaal wondjes op zijn hoofd. Van tegen de hekken aanlopen en zo. Hij was echt... En hij heeft ook allemaal wondjes van het spelen met de andere paarden en zo. Dus hij heeft het wel zwaar. Hij was zo onrustig dat hij alleen stond. Dat hij de hele tijd tegen de hekken aanliep. Nou, die wondjes zijn gelukkig helemaal genezen. Hij moet ook nog even flink bekapt worden. Maar we willen niet te veel in één keer doen. Nou, en die castratie die moest dus ook echt gebeuren. Want hij moet... als hij gecastreerd wordt, wordt hij een stuk rustiger. Alleen bij zijn laatste castratie heeft hij dus een dierenarts gehandicapt gemaakt. We zijn nu bezig om allemaal matrassen in te zamelen en dan kunnen we hem zelf in een stal zetten. Dus dan hoeven we er in principe niet bij en we kunnen hem dan een speciale pasta geven waar dat hij van gaat slapen. En als hij dan ligt, dan gaan we er rustig bij. We doen hem dan ook melkkorven. En in die stal zitten dus allemaal matrassen. En als een paard gaat liggen, dan kunnen ze zich beschadigen. Dan kunnen ze er zichzelf pijn doen. Maar omdat dan heel die stal helemaal vol met matrassen zit, dan kan hij zich nergens pijn aan doen. En we doen echt een hele, hele dikke laag zaagsel erin. Dus dan hoeven we alleen te kijken dat hij niet heel raar valt met zijn nek. Maar voor de rest kan hij het dan gewoon helemaal zelf doen in alle rust. Want hij heeft gewoon een heel zwaar trauma. Dus wij vinden het belangrijk dat hij dan gewoon rustig kan gaan slapen. Dat het spul rustig kan gaan inzakken. Al duurt dat een uur, we gaan er gewoon rustig op zitten wachten. En dan als hij dan echt goed in slaap ligt, dan gaan we hem verder castreren. Dus dat wordt allemaal nog wel een dingetje, heel spannend. Maar dat gaat zijn leven zoveel makkelijker maken. Daar staan de vangkooien, we zijn gestopt met de vangacties. We hebben echt zoveel honden, er kunnen gewoon niet meer bij. Alles zit vol. Hé, hey, doe ze rustig. Nou, daar zijn we dus van onze voortuin. Daar staan Sofietje, Saar en Star en het paard Keina. Daar hebben we in de andere video's al heel veel over verteld. Keina wordt zaterdag ingeslapen. Dat is heel verdrietig, maar ja, het gaat echt niet goed met haar. Dus we hebben uit liefde de keuze gemaakt om haar in te slapen. En ze heeft nu al een paar maandjes heel lekker pensioen bij ons gehad. Maar het is echt wel tijd voor haar om te hemelen. En houden van is ook loslaten. Hi Nacho. Wil je niet lekker eten? Ben je nog steeds boos? Oh, maar ik doe jou helemaal niks hoor. Ik kom in vrede. Ja, dus dat is altijd nog wel een dingetje om die paarden allemaal samen te brengen. En het zijn natuurlijk allemaal getraumatiseerde paarden die superveel hebben meegemaakt. Dus ze zijn ook gewoon een stuk moeilijker dan een normaal manegepaard, zeg maar. Deze hebben gewoon geleerd om te gaan vechten tegen de trainer. En daardoor zijn ze gewoon stukken moeilijker natuurlijk. Een paard is van nature helemaal niet agressief. Maar sommige paarden, daar krijgen ze echt het slechte in naar boven. En dan worden ze dus super agressief. En ja, dat is heel lastig om dat weer recht te krijgen, zeg maar. Dat ze weer vertrouwen krijgen in de mens. Want achter die boosheid zit altijd verdriet en angst. Als je dat gewoon altijd in je hoofd houdt en zorgt dat die energie goed blijft, dan heb je de meeste kans dat het goed komt. Maar het is soms wel moeilijk om je geduld te bewaren als ze allemaal naar je trappen en bijten en dat soort dingen doen. Dat is gewoon echt heel gevaarlijk. Maar ja, het is ons nou al zo vaak gelukt dat we ze toch weer goed krijgen door gewoon rustig en stabiel te blijven. Boas, lekker jongetje. Hi, lieve jongen. Hoe is het met je? Ah, dit is zo'n schatje. Hij verdient het zo om geadopteerd te worden. Ja, je wil zo graag naar een nieuw huisje. Je snakt echt naar liefde. En hij is heel klein. Kijk maar, want hij komt echt gewoon tot hier bij mij. Een kleine pukkie, hè? Ja, ik denk dat hij 14, 15 kilo weegt. Ah, lievertje. Toen hij bij ons kwam had hij heel erg schurft, maar dat is helemaal over. Dat is helemaal genezen. Daar krijgt ze Nexgard Spectra voor. En de kapattenziekte is ook helemaal super genezen. Dus hij is echt helemaal kerngezond. Ik denk dat de mensen te hard schrikken van zijn before-foto, waarom dat hij niet geadopteerd wordt. Maar hij is echt kerngezond. We hebben bloedtest bij hem gedaan en zo. En de dierenarts zegt ook, er is helemaal niks meer met hem aan de hand. Dus gewoon een hartstikke lief, gezond, jong hondje. Hij is een jaar of twee. Nee, je bent zo leukert, hè? Hij kan echt top in een gezin met kinderen ook. En volgens mij kan hij ook best wel met katten, want hij is totaal niet agressief. Nou, nu ben ik bijna achter op het terrein. Dat is de meskar. Nou, daarachter hebben we die gele wip.
Die banden hebben als een soort agility baan. En ook als het heel erg regent, dat het dan bovenop een beetje droog is. En vanaf aankomende week komt de graafmachine. Want Keina wordt begraven als ze ingeslapen wordt natuurlijk. En dan gaan we deze gleuven die gaan we helemaal uitgraven. Zodat als er heel veel regen komt, dan kunnen we, dan loopt die regen loopt van het terrein af, zeg maar. Je ziet echt allemaal van die baantjes dat het dan wegloopt. Komen ze allemaal aan. Simba. Hi Simba. En dit is de grot van de varkens. Hier slapen de varkens. Dat hebben ze helemaal zelf gebouwd. Al die takjes en zo, die bouwen ze zelf in. Ze nemen knuffels, kokosnoten. Allemaal dingetjes nemen ze mee, palmbladeren. En dan hebben ze hier zo hun bed. Kijk, ze hebben zelfs bordjes van de honden. Helemaal daarachter ligt een bordje. Dit zijn de laatste hondjes uit de vankooi. Bonita, die zo in de bosjes zat, helemaal verstopt. Zo zielig was ze. En kijk, nu is blij zijn. En dat is Shakira, die deed wel een hele tijd voeren. Die liet er eigenlijk nooit zien, was hartstikke schuw. Ja, en Pablo was met nog een ander hondje, gedumpt een blind hondje. Die waren echt vriendjes, maar dierenartsassistent heeft haar. En wij hebben Pablo. En Pablo was boos als je bij hem in de buurt kwam. En nu is het echt zo'n hele lieve, leuke, gezellige, sociale hond. Ja, hè? Kijk, een mooie hond het is. Groot hoofd. Ja, hij moet nog wel een beetje dikker worden. Maar echt een mooie hond. Dat is Hermano, hij zorgt voor de honden. En zo hebben we dus allemaal onze taakverdeling. Hermano doet de honden, die zorgt dat ze om 7 uur gecheckt worden. Dat alle tuinen nagelopen worden. We hebben inmiddels dik 20 tuinen, dus dat is best wel eventjes een dingetje. Er zitten in elke tuin 3-4 honden. En dan gaat hij de honden één voor één loslaten. In de tijd dat ze los zijn, maakt hij de tuin helemaal schoon. Zorgt dat de bedjes helemaal schoon zijn, dat ze opgeschud zijn. Dat er geen dode hagedisjes of zo erin liggen, want dat heel erg gaat stinken. En hij zorgt dat ze eten krijgen, dat ze de medicatie krijgen, dat ze dus flink gerend hebben. En daarna gaan ze weer terug in de tuin. En 's middags ook weer, dan wordt alles ook weer opnieuw gedaan. En dan krijgen ze ook weer lekker eten. En 's avonds om 10 uur checkt hij altijd samen met Davy alle dieren of alles goed gaat. En dan worden ze wel rustig gewenst. En zo hebben we dus allemaal tuinen. Dit is de Fluffy tuin, dat als mensen dieren komen brengen, dan kunnen ze hier zo'n tuin huren. En deze tuin is dus ook geschikt voor katten. Dus daar kan je kleine hondjes in doen of katten. Kan ook een grote hond, wat je wil. Maar meestal doen we hier kleine hondjes in met katten. En hier hebben we de snoepietuin. En de snoepietuin is speciaal voor gezinnen met honden die niet allemaal bij elkaar kunnen. Hier op Curaçao komt dat nogal eens voor, omdat de meeste mensen best veel honden hebben. En dan zit hier een toegangssluis. Die eerste deur is nou open. Maar dan heb je een veilige toegangssluis. Hier zo heb je één ruimte en daarachter heb je nog een ruimte. En daar zit ook een heel groot afdak. Achter die deur zit een heel groot afdak waar ze kunnen schuilen. Dus zo kun je dan met verschillende tuinen in één gezin. En deze tuin kost dan bijvoorbeeld 75 gulden per dag. Een deel daarvan, dat gaat allemaal naar de stichting. En dat is stichting Pippi's Opvang. En het dierenhotel heet Dierenoppas Curaçao. Nou dit, zo ziet het er dus 's ochtends altijd uit. En dan gaat Davy gaat dit zo meteen helemaal schoonharken. Maakt alles weer schoon. En ervoor zorgt dat de voerbakken weer helemaal bijgevuld worden. Dat het oude weer erbovenop gaat. Nou je ziet dat we echt toe zijn aan nieuwe voerbakken. Dit is nu allemaal ongeveer 6 jaar oud, want ik woon nu 6 jaar hier. Nou de drinkersbak die wordt elke avond helemaal gevuld. En elke ochtend, en zoveel drinken ze dus. Een paard die drinkt 40 tot 60 liter op een dag. En hier is het natuurlijk warm, dus ze drinken extra veel. Nou, deze bak is, ik denk, een maand oud. En die hebben ze nu alweer gesloopt. En zo komt dus elke keer die trailer vol met spullen. Hier zo is die panic room, waar ik het over had. Hier willen we dus, doen we altijd het zaagsel opslaan. Hier komen dan allemaal die matrassen tegenaan. Nou, er komt gewoon een hele dikke laag zaagsel in. En de voerbak wordt weggehaald. En dan overal matrassen tegen. En die paal die wordt helemaal met matrassen dichtgemaakt. En dan kan een paardje gewoon rustig gaan liggen. Al die spullen gaan er natuurlijk uit. Zonder dat hij verwond raakt. Deze honden staan echt te dringen om naar buiten te mogen. Dat zijn Lulu. Lulutje. En Kira.
Rosie vliegt vandaag naar Nederland. Zo, nu ben ik weer thuis aangekomen bij deze boefjes. Wat zijn jullie aan blaffen? Dit zijn onze huishondjes. Eefje. Eefje pest altijd Pepper. Daar is Mika. En zo kijken wij altijd uit over de beestjes. Dus dit is eigenlijk gewoon een droom waarin ik leef. Daar staat Keina van haar laatste weekje te genieten. Gek hè? Ik zal heel even gauw de ezeltjes laten zien omdat het gewoon leuk is. Davy staat nieuwsgierig te kijken, want volgens mij heeft Davy honger. Of niet? Davy honger? Ja. Ja, zie je? Die kijkt van hallo, ontbijt. Rapido, snel. Dit is de kattentuin, die is nu aan het schoonmaken. En dit is Sofietje. Onze knappe babyezel. Is geboren op 29 maart. En Sarah heeft Star geadopteerd. Want die mag nou ook gewoon babytje zijn. Kijk hoe goed die loopt. Dat is Sarah. Sarah houdt niet van geaaid worden. Heel de stal is uitgemest, dus krijgen ze meteen weer allemaal lekker nieuw zaagsel. Ja. Kijk, en het haar is er bijna af. Bijna. Alles zit wel los. Dus je bent bijna met je vacht helemaal hersteld. En met je hoef gaat het ook echt al zoveel beter. Echt fijn om te zien dat je zo lekker loopt. En dat je zo gelukkig bent met je zusje, hè? Nepzusje dan wel, maar dat is ook wel, hoe noem je dat? Een stiefzusje. Kijk, ze wel losse haren. Het verleden achter je laten. He? Gaan we nog even bij Keina kijken. Maar Keina houdt niet zo van mensen hoor. Oh, ga je maar achtervolgen? Dit is Keina. Kijk, ze doet als de oren in de nek van laat mij maar met rust. Dus dat is ook echt een reden dat we zoiets hebben van ga maar lekker slapen meisje. Je bent er helemaal klaar mee. Rusten in vrede. Hè meid? Ja. Paatje heeft zoveel pijn. Ze krijgt wel elke dag de pijnstillers, maar het is gewoon de hoogste tijd. Daar is Siggy, onze topper. Die altijd meegaat met zwemmen. Het is echt zo lief. En Lieve ook. Lieve gaat ook altijd mee met zwemmen. Lieve is hier geboren. En daar liggen de varkentjes lekker te chillen. En dit is Sofietje. Sofietje rent al achter je aan. Ja! Macho. Met je mooie blauwe ogen is echt niet normaal mooi. Blauwe ogen. Een ezel met blauwe ogen. Saartje, je hebt echt een knappe baby, joh. Niet normaal knap. Zo, nu hebben we het hele rondje gemaakt. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En ik ben heel benieuwd wat jullie de volgende keer willen zien in de video. Ik ben helemaal bezweet. Het is zo warm hier op Curaçao op het moment. Het is net voor het regenseizoen, dus dan is het windstil. En dan moet je voorstellen dat het dan gewoon dik 30 graden is. En het is nu nog maar 9 uur 's ochtends. Kun je nagaan. Vanmiddag is het helemaal. Maar ja, dat is de tropen. Heel veel liefs uit Curaçao. Tot volgende week. Doei doei.